In de cleanroom van ASML is vanmiddag een lekkage ontstaan waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Het incident gebeurde doordat een medewerker een pot met ongeveer 3 liter resist op de grond liet vallen. Deze stof wordt gebruikt bij het maken van fotolak. De brandweer moest eraan te pas komen om het materiaal op te ruimen. De medewerker is met ademhalingsproblemen overgebracht naar het MMC in Veldhoven, maar na een kwartier mocht hij het ziekenhuis alweer verlaten.